Ik ga jullie meenemen in mijn spannende dagen. Deze dametjes kunnen het dan helemaal zelf eten. Als een soort van lifehack voor ons nu dus. Als we kijken. Ja, lifehack. Ja. Ik lach. Ja, ik lach nu maar echt. En daar ben ik nog steeds zo verdrietig. En ik vind het gewoon heel erg zielig voor al die kinderen. Maar natuurlijk vooral voor mijn eigen kind. Ja, zo werkt het gewoon. Het is niet te geloven, maar ja, wij zijn dus net gebeld door de makelaar. En toen was het weer tijd voor een nieuwe vlog. Leuk dat je er weer bij bent. Ik sta trouwens in de badkamer en volgens mij hoor je echt super hard het zuiveringsgeluid. Maar goed. Ja, leuk dat je er weer bij bent deze week. Ik ga jullie meenemen in mijn spannende dagen. Want het is vandaag zondag. Nou, tot dusver nog niet heel veel spannend. Behalve dat er echt superveel sneeuw ligt. Dus ik heb lekker een dikke trui aangedaan. Zodat we straks naar buiten kunnen in de sneeuw nu. Maar morgen is wel een spannende dag. Eén, omdat Ramos naar de basisschool gaat voor de eerste keer. En ja, dat is toch best een dingetje of zo. En twee, omdat wij morgen misschien een huis gaan bezichtigen. Of tenminste, dat hopen we heel erg. Want we hebben echt een huis gevonden waarvan wij denken, dit is hem. Alleen, we zijn niet uitgenodigd omdat de plaatsen, zeg maar, de bezichtigingsplekken, die waren al vol. Maar we zijn volhardend en we blijven gewoon bellen en vragen. En nu de sneeuw ligt, hebben we dus hele goede hoop dat mensen afzeggen en wij dus kunnen komen. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga jullie weer gezellig meenemen in de aankomende dagen. Ik heb vanochtend al lekker getraind. En ik vind het een beetje lastiger om te vloggen. Omdat ik dus bezig ben met het opnemen van een andere video. Dus vandaar dat ik nu ook de weekvlog later begin dan normaal. Maar goed, jullie gaan dat dus allemaal over een tijdje voorbij zien komen. De afgelopen dagen heel veel lekkere dingetjes gebakken. En ik ben nog niet klaar, want ik ga vanmiddag ook een lekker bananenbrood bakken. Dus dat ga ik in ieder geval wel aan jullie laten zien. Deze dametjes kunnen het dan helemaal zelf eten. Ook met het avondeten willen ze dat graag. En dat is zo fijn. Kunnen wij tenminste ook gewoon zelf lekker eten. Niet met alles natuurlijk hoor. Maar het gaat echt best wel goed. Dat vind ik best wel fijn. Mooie vooruitgang. Dan spreken we dat af, Ramos. Dat je geen snollebolletjes gaat zingen op school. Dat je shirt uit en zwaaien gaat zeggen. En zeggen dat wij de allerliefste ouders zijn die er bestaan, hè? Dus wat ga je zeggen morgen? Zijn de allerbeste clowns. Ja, daar heb je wel een punt. Dat mag je ook wel zeggen. Jouw vader is ook best wel een clown, hè? Eerlijk gezegd. Mag ik verder slaan, Ramos? Alleen de ene is toch maar een vreugde, juffrouw. Het is toch gewoon het allerschattigste ooit. Kijk nou. Lief, hè? Leuk, hè? En hier nog zo'n exemplaartje. Dat is het allerleukst. Twee van deze mooie staartdames. Duurt wel maar 2 minuten, want dan halen ze eruit. Maar goed, het is voor de vorm. Ik dacht dat jullie mij mee zouden helpen met opruimen. Nee. Nou, lekker dan. Zo leuk, hè? Nou, het is heel leuk bij ons op de slee. Eerlijk is eerlijk. Hoe ruk is het als je gewoon een kind bent en een... en dat je in de kou, in de sneeuw. Nou, wij gaan achter zijn we eruit gegaan bij de schuur en we gaan nu weer naar binnen, aan de voorkant. Ik ben Ramos en hij heet Ramos. Ja, dat slee was dus echt geen succes. De meiden die waren helemaal hysterisch. Super bang. Volgens mij voor de sneeuw. Nou, echt. En dat is een briefje. Ja, ik moet het meenemen morgen in jouw schooltas. Dat moet ik niet vergeten. Maar goed, dat hebben we dus gehad. Voor de rest blijven we maar gewoon lekker binnen vandaag. Ramos en ik gaan even een bananen/eiwit cakebrood maken. Ik zal even het receptje laten zien. Als je dus een eiwitshake koopt bij New Fit Mama, dan krijg je er een e-book bij. Met allemaal lekkere recepten. Met eiwitten.
Bijvoorbeeld deze pannenkoekjes en gewoon hoe je hem zeg maar normaal maakt. Allerlei verschillende recepten. En maar één daarvan is dus dit brood. En deze ga ik ongeveer maken. Een bananenbrood met 4 bananen, 1 scoop eiwitproteïne. Maar ik denk dat ik er even 2 scoop bij doe. Havermout, havermeel, eieren, kaneel, agave siroop, gemengde nozen en cranberries. Die heb ik niet, maar dan maak ik gewoon, doe ik gewoon rozijnen. Dus die gaan wij lekker maken, zodat we heel de week een snackje hebben. Nou, dit is onze verzameling. Onze vanille eiwitten. 4 bananen, kaneel, 2 eieren, agave siroop, havermout. Moeten we nog een beetje erbij doen inderdaad. Havermeel en rozijnen. Oh ja, en we hebben nog noten nodig. Die gaan we er ook nog bij door doen. Of zal ik dat niet doen trouwens voor de meiden? Oh nee, doe ik niet die noten. Want anders zitten we daar weer mee. Mm-hmm. Kijk, daar zit. Wat zitten jullie daar te doen met z'n tweeën? Ja. Ja. En we hebben deze gevonden. Ja, ik heb er eentje gepoept. En deze gaan we lekker. Ja, en deze gaan wij lekker erin doen. Ik ben een beetje benieuwd hoe die gaat worden. Volgens mij is die een klein beetje dun, hè? Maar goed, we gaan hem in de oven zetten. Weet je, even aan de kookmeisje. Dus oude heb, oven. Zo. Nou, en dan gaan we het wekkertje zetten. Het is weer tijd voor onze routine van het weekend. Wat wij de laatste tijd doen. En dat werkt wat mij betreft echt als een soort van lifehack voor ons nu dus. Als we kijken. Ja, lifehack. Ja. Oké, laat maar. Maar goed, wat dus heel erg goed voor ons werkt in het weekend is op zaterdag alles wassen. En een groot gedeelte daarvan in de droger doen. En dan op zondag alles opruimen. Zodat je eigenlijk zeg maar in 2 dagen tijd gewoon alles doet. En dan doe ik gewoon door de week hier en daar een wasje. Als ik dan zie van de handdoeken moeten aan. Want we hebben met 5 mensen gewoon best wel veel was. Hebben we laatst wel Ed en ik samen besloten dat we gewoon wel ergens iets zuiniger gaan doen. Dus niet elke handdoekje wat je maar een keer aanraakt in de was gooien. Dus dat doen we nu, dat helpt dan wel enigszins. Als Ed het niet vergeet. Maar goed, dus het is zondag, dus het is tijd voor het opvouwen van de was. Dit is stapel numero uno van de 3. Nou, wij zijn klaar met de was en is het nu tijd voor onze bananen/eiwitcake. Ik ben benieuwd, ik hoop dat die lekker is. Moet ik dit kunnen met 1 hand? Ja. Het is heel lekker om hier nog wat fruit bij te doen. Dus blauwe bessen. Wat is nog meer lekker? Frambozen. Maar we hebben vanochtend al pannenkoekjes gemaakt. En daar zaten al die blauwe bessen. En had ik erbij gedaan. Sinaasappel had ik erbij gedaan. Heel lekker. En dan een beetje kwark overheen. Dus dat gaan we dus nu niet doen. Nu gaan we gewoon zo eten. Maar dat is dus wel een tip. Voor mocht je hem ook gaan maken. Hij ziet er goed uit. Lekker vast. Krokant van buiten en zacht van binnen. Lekker. Dat is gelukt. Meesterbakkers zijn wij geworden. Oké, het is 4:00 en ik ga nu even lekker chillen. Ik ben eigenlijk echt de hele dag al bezig geweest. Ik ben net een koffietje op met een bananenbroodje. En nu zit ik op de bank met al mijn dekentjes. En ga ik gezellig 24 Kitchen kijken. Volgens mij weten jullie dat helemaal niet. Maar ik ben echt enorme fan van kookprogramma's. Ik hou ervan om naar te kijken. Ik weet niet, ik vind dat gewoon heel leuk en heerlijk. En ik zei gisteren tegen Ed van nou, als straks alles weer kan. Dan is echt het eerste wat ik wil gaan doen is een aantal hele toffe cursussen volgen.
ja, gewoon voor mezelf, zeg maar, om in de keuken nog meer te kunnen doen. En bijvoorbeeld dingen als deeg maken zelf en zo, dat zijn dingen, dat doe ik echt nooit. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden om, ja, nog meer kennis daarover te krijgen. Dus een van de dingen die ik gewoon heel leuk zou vinden om ooit te gaan doen, is dat. Maar tot dusver, of tot nu toe, kijk ik gewoon lekker op de bank in mijn koffie. En mocht iemand een tip hebben voor zo'n cursus, dan mag je het best wel even laten weten. Want misschien geef je ze zelf wel, of ken je iemand die zo'n cursus geeft. Hoewel dat nu waarschijnlijk allemaal niet doorgaat, maar dan voor in de toekomst. Laat me zeker even weten, vind ik leuk. En de bananenbroodjes zijn ook bij deze dames goedgekeurd. Ja jongens, we vallen echt van het een in het andere eten. Dat zijn echt onze bezigheden op dit moment. Maar ik dacht, laat het toch even zien. Want we gaan lekker gebakken aardappeltjes eten met boontjes, champignons. Even kijken, wat zit er nog meer in? Ja, wat roerbakgroenten als extra, zeg maar. Dus wat wortel en een groentebeurtje. En de meiden dus ook. Ja, lekker. En toen stond de vaatwasser aan, dus ik moet nu alles met de hand afwassen. En dan is de vaatwasser daarna klaar en dan ga ik die uitruimen. Dan is alles, zeg maar, voor morgen gewoon helemaal klaar. Ik denk dat ik echt wel moet gaan wennen aan dat schoolritme. Want de meiden moeten eerst naar het kinderdagverblijf morgenochtend. Dan gaan we naar school. Dan gaan we werken. En dan is hij om 2:50 moeten we hem ophalen. En sowieso moeten we natuurlijk alles goed voorbereiden. Zodat hij lunch mee heeft. Een ochtendfruitje. Kleren klaargelegd en zo. Dus dat wordt echt wel even anders, denk ik. En wat meer stressy als we niet van tevoren goed voorbereiden. Dus dat is in ieder geval wel het plan. Ja, ik ga dus even afwassen en ik bedacht mij net. Ik heb trouwens een beetje van dat babyhaar. Maar goed. Ik ben Ramon zijn schooltas aan het inpakken. En ik dacht, laat ik eens een schone broek en zo meegeven in een zakje. Maar ja, ik deed dat altijd bij het kinderdagverblijf. Eigenlijk is het niet nodig, maar een soort van helemaal voor de zekerheid. Doen jullie dat ook bij kleuters van 4 of... zeggen jullie van, nou dat doe ik niet. Ik weet het helemaal niet. En nu met al die regels. Je gewoon echt veel minder makkelijk even de klas inlopen om iets te vragen en zo. Want dat kan natuurlijk niet. Dus ja, moet je toch iets meer zelf uitzoeken dan dat het normaal gesproken zou zijn, denk ik. Dus ben wel benieuwd wat jullie daarmee doen. En wat een beetje gebruikelijk is op deze leeftijd. Nou, wij zijn lekker gedoucht samen. Of eigenlijk nee, we hebben in bad gezeten. We hebben voortaan dat badje, weet je wel. Dat is echt super fijn. Deze had ik opgestuurd gekregen. En ik dacht, wel even leuk om te laten zien. Pauline Baartmans heeft dit gemaakt. Het gaat over een muis. We hebben al een ander boekje ervan. Muis blijft thuis. Dat is een heel leuk kinderboekje. Klein maar fijn. Dus dat is fijn om, zeg maar, voor het slapen gaan te lezen. Zo uit. En er zaten nog hele leuke kaartjes bij. Dus ik dacht, even leuk om te laten zien. En er zit ook een boekenlegger bij. Zal ik het even laten zien, Rammers? Ja, doe maar hier. Kijk, deze. En dit? Dus, ja, en die, ja. Dus wij gaan nog even een boekje lezen en dan gaat Ramos lekker slapen. Het is inmiddels 21:15 s'avonds. ja, ik lach nu, maar echt. Er ligt natuurlijk superveel sneeuw. En er ging al wel ergens door mijn hoofd van, nou, wie weet dat de school nog niet open kan morgen. En ik zag ook al ergens op Instagram wat berichtjes van mensen die zeiden van, shit, school gaat uiteindelijk morgen niet open, ijsvrij of sneeuwvrij. Maar, nou, niks gehoord. Dus ik dacht, nou, dan zal het wel goed zijn, hè. En toen kreeg ik om 17:45 vanavond een mailtje van school van, nou, hè, we hebben meerdere vergaderingen gehad en wij gaan gewoon open morgen. Blij om de kindjes weer te zien. Dus ik dacht, nou, mooi, hè, alles volgens plan. Zoals jullie natuurlijk net al de hele tijd hebben gezien, hadden we Ramos helemaal voorbereid. In kleine details, of kleine, hè, op een kleine manier, maar in ieder geval gewoon fijn met tasje inpakken en lunch maken. En nou, gewoon de standaard kleine dingetjes. Ze had ook allemaal succeswensen gehad van familie en zo. Naar bed gebracht met het idee van, nou, je gaat al morgen naar school voor de eerste keer. Ja, en nu kregen we dus om 9:15 vanavond een mail dat ze toch niet open gaan morgen in verband met de code oranje. Terwijl die code oranje ook om 17:15 al van kracht was. Maar ze uiteindelijk dus ja, wel verandering van koers hebben besloten. En daar ben ik nog steeds zo verdrietig en ook boos eigenlijk over. Omdat ik me gewoon, ja, niet voor kan stellen dat je na zo'n lange periode van lockdown, waarin kinderen het echt wel pittig hebben gehad, denk ik.
Tenminste, dat lijkt me wel. Als je dan ja, toch wel een hele andere manier van ritme ineens krijgt. Dat als je dan de kinderen eindelijk weer naar school mogen, dat je dan nadat ze op bed liggen alsnog de keuze maakt om het niet open te laten gaan terwijl je om 5:15 zegt van wel. Ja, die keuze die kan ik echt niet begrijpen en ik ben daar echt totaal niet mee eens. En ik vind het gewoon heel erg zielig voor al die kinderen, maar natuurlijk vooral voor mijn eigen kind. Ja, zo werkt het gewoon. Dat hij na al die tijd dat hij dan 4 werd en niet naar school mocht, eindelijk naar school mocht. En dat ik dan morgenochtend moet gaan vertellen dat het toch niet zo is. Ja, en nu vertel ik dat gewoon. Maar ik moest echt net even heel hard huilen. En ik was echt even heel erg boos. Omdat ik het gewoon niet fair vind. Ik vind het gewoon emotioneel gezien niet verantwoord, zeg maar. Om dan zo'n keuze te maken. Ondanks dat ik het natuurlijk begrijp, hè, als het niet verantwoord is op de weg, dan is dat zo. Maar dan moet je die keuze eerder maken. En niet als de kinderen op bed liggen na zo'n lange periode van lockdown. Snap ik gewoon niet. Ja, ik ga zo meteen gewoon proberen lekker te slapen. En ik weet dat er vele erger dingen zijn. Alleen als het om je kind gaat, dan wil je gewoon altijd het beste. En wil je het beste voor zijn mentale gesteldheid. En ik vind dat dit dat dus niet is. Dus dat heel verhaal van 4 minuten... Ik zie jullie morgen weer. En ik dacht, ik ga filmen. Eerste keer naar school en zo. Nou, dat ga je dus niet zien. Maar ja, ik neem jullie wel gewoon nog lekker een dagje mee. Goedemorgen op deze nieuwe dag. Vol goede moed en goede energie. Wij zijn helemaal klaar. De dames die gaan lekker naar het kinderdagverblijf. Het is helemaal blauw licht omdat het zo mooi wit is buiten. Kijk. Ja, de meiden gaan naar het kinderdagverblijf. Ed gaat ze brengen. En ik ben dan vandaag thuis met Ramos. Ja, vandaag thuis met Ramos. En ik hoop. Want ik had het er natuurlijk gisteren al over. Dat wij heel graag een huis willen gaan bezichtigen. Maar dus niet op de lijst stonden, omdat die al meteen vol was. En we op de reserveplek staan. Maar nu dachten wij, omdat er dus superveel sneeuw ligt en heel veel mensen misschien niet kunnen komen, dat wij toch mogen komen wellicht. Dus we gaan zo meteen bellen. Dus misschien is de dag die ik eigenlijk liever anders had gezien in de eerste instantie, toch een hele mooie dag. Je weet het nooit. Dus, dat gaan jullie zo horen. Maar eerst even deze dame een kusje geven. Love you, veel plezier. Mama, zit je straks. Ik ben wel benieuwd, want die meiden die moeten dus echt altijd heel hard huilen als we ze op het kinderdagverblijf afzetten. En nu is het natuurlijk al maanden geleden. Dus ik ben er bang voor dat het een hele hoop geheel wordt. Maar goed, het is niet anders. Ik weet ook dat dat echt binnen 5 minuten alweer voorbij is. Want normaal gesproken dan brachten we eerst de meiden en dan gingen ze heel hard huilen. Dan brachten we Ramos. Ja, is goed, schat. Dan brachten we Ramos en dan liepen we terug en dan keken we via het raam en dan zaten ze alweer te spelen. Dus dan was het echt alweer voorbij. Maar toch, het voelt gewoon weer goed zien. Ja, zo moeten ze. Ik help je, moe. Nou, we gaan eerst nog eventjes een shake maken voordat we gaan beginnen. En dat ga ik doen met 2 banaantjes, spinazie, amandelmelk, blauwe bessen, avocado. En dan ga ik hem uitschenken voor Ramos. Daarna ga ik er nog wat proteïne bij doen voor Ed en mij. Ramos die wil liever zonder. Oké, het is niet te geloven, maar wij zijn dus net gebeld door de makelaar over het huis. Oh, kak, wacht even. Dat wij dus toch mogen komen kijken. Ja, echt. Echt, hoeveel geluk kun je hebben? We weten wel dat er dus echt 25 man komen kijken en het straks bieden is wie het huis gaat krijgen. En we weten natuurlijk helemaal niet of het echt is ja, wat we willen, maar ja, het moet een soort van teken zijn of zo. Ik ben helemaal door het dolle, Ed ook. En nu gaan we dus met de slee een paar straten naar achteren om te kijken of dat dit dus ons droomhuis is. Spannend! Daar gaat hij dan! Wauw, ja, het is ook wel weer mooi die sneeuw, hè? Het is dat we het ermee moeten doen. Wij zijn weer thuis en ik ga jullie straks even bijkletsen over wat we van de woning vonden. Want het is nu eerst even tijd om met deze kleuter even iets leuks te doen. En we hebben besloten om lekker te gaan bakken.
Dus, wat gaan we maken? Cakejes! Ja, we gaan cakejes maken en dit keer gaan we ze niet Nieuwe van Mama Proof doen, maar lekker met een reep chocolade erin. Daar gaan ze! Oeh, benieuwd. Dat was niet goed gegaan. Blijkbaar kan ik toch niet zonder een keukenmachine mijn eigen beslag maken. En heb ik dus, ik bedoel niet keukenmachine, ik bedoel eigenlijk zonder een weegschaaltje, want die batterij is leeg. Dus, nu gaan we gewoon het bananenbrood van gisteren eten. Jammer. Oh, hier is een meisje die mama heel erg heeft gemist. En ik haar ook natuurlijk. Blij dat ze weer thuis is van de eerste dag van schooltje, hè? Had je mama gemist? Ja, hè? Ach, kind toch. Mwah. Heerlijk om ze dan weer thuis te hebben, hè? Maar ze had mij dus wel gemist, blijkbaar, zei het. Ja. Nou, de meiden die krijgen nog even lekker een flesje. Die zitten hier in bed. Zo lekker om ze dan weer gewoon thuis te hebben. Lekker slapen. Ze zijn heel erg moe geworden. Pak er maar eentje, Charlie. Jij ook eentje? En dan leggen ze altijd lekker in bed. Dan doe ik hier nog deze aan. Kijk, lampje. En dan kunnen ze lekker in het donker met het lampje aan nog even de fles drinken samen. Zo, allerliefste schattig dit, hè. Ik ben nog even bedenken hoe ik dat morgen ga doen. Want ja, meis, doet dit niet. Want ja, buiten nog steeds super glad, et cetera. En de meiden die zijn niet naar het kinderdagverblijf mogen. Dus die moeten dan mee naar school. Want de school gaat dus morgen, als het goed is, wel open. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Want het hele eind lopen met die kinderwagen wordt hem ook niet. Maar rijden ook weer niet echt. Dus ik heb een oplossing voor verzinnen. Zo, kindje ligt op bed. Ik heb mezelf een klein beetje opgekalefaterd, een beetje make-up erbij opgedaan. Want ik heb vanavond nog een webinar, dus ja, dat. In ieder geval kan ik nu jullie eindelijk even bijkletsen over het huis. Ja, want we zijn eigenlijk best wel heel erg enthousiast. Het echte huis, zeg maar, kwam wel echt overeen met foto's ook die op internet stonden. Dus daar waren... Oh. Oké, er kwam even iemand tussendoor. In ieder geval, het real life kwam best wel overeen met de foto's. Dus daar waren we heel blij mee. Dus eigenlijk zijn we best wel heel erg enthousiast. Vanaf vanavond kunnen we gaan bieden tot overmorgen in de middag. Dus je hebt zeg maar anderhalve dag de tijd om een keuze te maken. En je kan dan opbieden, dat natuurlijk super slim is. Dus ik ben benieuwd. Waarschijnlijk gaat hij wel echt flink overboden worden. Dus dat moeten we dan ook echt wel gaan doen. Vanavond gaan we wel echt zeg maar onze eindkeuze maken, maar de kans is heel erg groot dat we een bod gaan doen. Ja, en wie weet hebben we dan nu gewoon dadelijk ons droomhuis gekocht. Echt zo bizar. Dus jullie gaan het wel horen. Ik ga jullie in de volgende weekvlog gewoon weer meenemen. In het proces en hoe het is gegaan. En dan ga je het zien. Ja, ik vind het zelf super spannend. Het is heel raar om zo'n keuze te maken, omdat enerzijds weet je, alles wat je al hebt is goed. En dan is het ook weer moeilijk of zo om een keuze te maken. Alleen we willen gewoon iets groter. Want ja, nou. In ieder geval, we gaan nog eventjes zeg maar de puntje op de i zetten. Maar ik denk wel dat deze een hele grote kans gaat maken. Nou, in ieder geval, ik ga mezelf voorbereiden op mijn webinar voor vanavond. Dankjewel voor het kijken. Laat een reactie achter mocht je het leuk vinden. En hopelijk zie ik je de volgende keer. Doei!